In de 1-2-3 flessenspeen hoort een spleetje te zitten. Wanneer je alleen twee gaatjes ziet, dan kan het zijn dat het siliconenmateriaal van nieuwigheid nog aan elkaar plakt. Knijp de flessenspeen aan de top even in met duim en wijsvinger. Dan kan het siliconenmateriaal los van elkaar komen. Nu werkt de speen goed. Met de 1-2-3 doseerspeen bepaal je de drinksnelheid van je baby. Stand 1 laat minder voeding door dan stand 3. Begin bij 1 als je kindje nog dorstig is en hard zuigt. En eindig bij 3 als het moe is. Om van stand te veranderen, draai je de dosering iets los van de fles. Daarna draai je de speen zo dat de gewenste stand op de speen, 1, 2 of 3, onder het neusje komt te staan. Je kijkt dus niet naar de cijfers op de ring. Nu kun je de ring weer dichtdraaien en verder gaan met de voeding. Nog een laatste tip. Controleer goed voordat je de ring aanschaft welke fles je gebruikt. De Natural Fles heeft een andere ring dan de White Fles.